Het Zuidhofplanetarium, ook wel Zeiss Planetarium genoemd, stond destijds aan de Grote Marktstraat in Den Haag. Het werd gebouwd in 1933 en geopend in 1934. Het vormde voor Nederland een belangrijke astronomische plek en vele belangrijke namen van Nederlandse astronomen en wetenschappers zijn verbonden met het Haags Planetarium. De planetariumprojector werd geleverd door de firma Carl Zeiss uit Jena, Duitsland. Er bestaat nog een filmfragment van het planetarium in Den Haag toen het planetarium 25 jaar bestond. Is het Zeiss Planetarium in Den Haag, dat onder leiding staat van Dr. Raymond, de vermaarde astronoom die met behulp van een ingenieus 94 projectietoestelletjes bevattend instrument een natuurgetrouw beeld geeft van de wondere sterrenwereld. Vervuld van stille bewondering voor de geheimen van de kosmos, keken al meer dan 1 miljoen mensen omhoog naar het hemelplafond van dit planetarium dat onlangs 25 jaar bestond. Op 29 januari 1976 ontstond in het Zeiss Planetarium in Den Haag een brand die het gebouw in lichte laaien zette. Hitte en bluswater beschadigden het planetarium dusdanig dat herstel niet mogelijk werd geacht. De laatste operator was Bert van Sprang. Hij geloofde in herstel van het planetarium en startte een handtekeningactie. Maar het mocht niet baten. Begin 80e jaren wordt het gebouw gesloopt. In diverse boekwerken, uitgegeven door de firma Zeiss, wordt het planetarium als verloren opgegeven. De projector is verloren gegaan bij de brand en het planetarium in Den Haag wordt nergens meer genoemd. Wereldwijd raakt het Haags planetarium in vergetelheid. Het verhaal over de reactivering van het voormalige Zeiss planetarium begon in 1976 bij Denenkamp in Twente. Midden in de landelijke omgeving bij Denenkamp ligt de Volkssterrenwacht Twente. Grote drijfveer achter het geheel in Twente is Henny Goosemeijer. We brengen hier geen hele moeilijke dingen. De mensen die moeten het ook begrijpelijk blijven voor iedereen. Als het goed weer is, 's avonds. En daar kan gekeken worden. En hij wilde met een jeugdgroep uit Denenkamp, waar ik, de verteller van dit verhaal, deel uitmaakte, het Zeiss Planetarium bezoeken in Den Haag. Daags voor hun bezoek brandde het planetarium af. Bert van Sprang had ook veel contact met de jongeren in de sterrenkunde en vroeg ook ons om mee te doen aan de handtekeningactie voor het herstel van het planetarium. De jongeren van de werkgroep voor sterrenkunde in Denenkamp deden daar natuurlijk aan mee. Maar het mocht niet baten. In 1984 werd het Omniversum in Den Haag geopend. En in 1985 nodigde Henny Goosemeijer ons uit om dit moois te gaan bewonderen. Dit is de map van 1985 van de Werkgroep voor Sterrenkunde, met al onze waarnemingen van die tijd. En er staat ook een uitgebreid reisverslag in van het Omniversum naar Den Haag. En dat was zaterdag 19 oktober 1985. Een prachtig verslag, de muziek die we onderweg hebben gehoord. Bij aankomst bleek dat in de ontvangsthal het historische Zeiss Planetarium stond opgesteld. De instrumentenmakers van dit museum restaureerden tussen 1981 en 1984 de buitenkant. Er gingen 30 jaar voorbij voordat dit planetarium weer ter sprake kwam. In 2015 organiseerde ik een tentoonstelling met historische telescopen. S'avonds zaten wij allen aan tafel en toevallig kwam het planetarium te sprake. Iedereen dacht dat het planetarium volledig verloren was gegaan, inclusief de Zeiss-projector. Vele wetenschappelijke publicaties en boeken hadden dat immers ook beschreven. Toen ik vertelde dat ik in 1985 de projector had zien staan in een goede staat, keek men mij vol ongeloof aan. Voor mij was dat een start zijn om op zoek te gaan naar het planetarium. Enkele weken en diverse mailtjes en vele telefoontjes later kwam het antwoord.
Een medewerker meldde dat het planetarium eigendom was van het onderwijsmuseum Museon. De medewerkers van het museum waren verbaasd dat na vele jaren interesse was voor dit historische instrument. En in april 2017 kreeg ik de gelegenheid het planetarium te mogen bezoeken. Het bevond zich in een grote kist ergens in de opslagkelder van het museum. Een ware herontdekking. Met toestemming van het museum starten Ewout Bakker en ik een vooronderzoek. Dat was nodig om een beeld te krijgen of reactivering mogelijk zou zijn. Een rapport spreekt over veel waterschade. Als de koperplaten met de kleine gaatjes voor de sterren te zeer waren aangetast, zou reactivering zeer lastig geworden zijn. Ik denk niet dat ik er wat van kan maken, omdat die spiegelbeeld is. Toen duidelijk werd dat het planetarium te herstellen is, werkten wij aan een reactiveringsprogramma. Daarbij zijn we ingegaan op de geschiedenis van het planetarium, professionele 3D-animaties en vooral een kostenplan die voor het museum aantrekkelijk is. Maar wat maakt dit planetarium nu zo bijzonder? Daarvoor nemen we u 100 jaar mee terug in de tijd. Meer dan 2000 jaar lang stond de weergave van de zon, maan en planeten los van de sterrenhemel. Oscar van Miller wilde een nieuw soort planetarium voor München dat deze twee lijnen bij elkaar bracht, maar wist niet hoe. Dankzij dokter Walter Bouwersveld, uitvinder van het optische planetarium, konden beide lijnen in model 1 samenkomen. Met het Zeiss Planetarium Model 1 werd een nieuwe standaard gezet voor planetaria. Het was het eerste planetarium in de wereld dat de beweging van de hemellichamen op een natuurlijke manier kon weergeven in een projectiekoepel. Model 1, dat voor de breedtegraad van München werd ontwikkeld, werd al snel opgevolgd door Model 2, die in staat was ook de zuidelijke sterrenhemel te projecteren. Eén exemplaar ging naar de opdrachtgever, het Duitse Museum, en deed dienst tot 1961. Het staat nu tentoongesteld als stilstaand museumobject. Het andere exemplaar bleef bij de firma Zeiss in Jena en beleefde een spannende tijd. Voor de projector in Jena ontwikkelde dokter Walters Bouwerveld de eerste geodetische koepel ter wereld met een diameter van 16 meter. Meer dan 70.000 bezoekers trok dit eerste planetarium van Jena. Het Zeiss Planetarium werd al snel het Wonder van Jena genoemd. Vervolgens wordt het planetarium opgebouwd in Düsseldorf. Het gebouw bestaat nog steeds en in de toonhallen zijn alle sporen van het voormalige planetarium nog te herkennen. De koepel had een diameter van 30 meter en er werd zelfs een planetariumlied geschreven voor het model 1 wat later in Den Haag zou komen te staan. In 1927 wordt het planetarium opgebouwd in het Palmhuis Liegnica. Nu in Polen. Let op de gordijntjes die nog om het oude planetarium te herkennen zijn. In 1927 worden een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd aan het Zeiss model 1. Zo worden de melkwegprojecties volgens de waarnemingen van professor Pannekoek toegepast op het planetarium. Daarmee wordt voor het eerst een realistische weergave van een melkweg gerealiseerd. In 1934 krijgt het tweede model 1 zijn definitieve plek in Den Haag. Begin november 2017 was ons rapport klaar voor het museum. Het bevatte een complete reactiveringsplan van het historische planetarium, inclusief een mobiel planetariumkoepel van 10 meter. Donderdag 21 december 2017. De grote kist met het planetarium staat klaar voor transport naar ons atelier in Gronau, Duitsland. Vlakbij Enschede. De reis loopt probleemloos. Laat in de avond wordt het planetarium in de werkplaats geplaatst. Samen met mijn zoon en autodocent Gert den Drijver van het vak Regeltechniek en Digitale Techniek MTS Enschede beginnen we met de demontage. Hier wordt de beweegbare schaduwbak losgemaakt. Alle etages van de planeten komen vrij te liggen. Alle beweegbare delen werden gecontroleerd. Het is vreemd staan weg, dit ding. En elk detail wordt gecontroleerd op beschadigingen.
Al snel blijkt dat enkele tandwielen niet meer goed in hun assen zaten. Sommige tandwielen zaten klem in de planetenetages. De maantechniek gaf veel problemen. De speciale Zeiss-lamp was niet meer te krijgen. Daarbij was de maantechniek bij de restauratie begin 80e jaren niet goed in elkaar gezet. Van de maantechniek zijn geen gedetailleerde technische tekeningen bekend. Ook voor ons was het moeilijk te achterhalen hoe de techniek werkte. De speciale lamp werd vervangen door twee krachtige LED's. Na veel proberen hadden we de maantechniek weer redelijk werkend. De oude 250 watt lamp werd vervangen door een 500 watt lamp. In augustus konden wij voor het eerst de bewegende delen van het planetarium testen. Uren hebben we het planetarium laten draaien. Wat een geweldige techniek hadden de Zeiss-medewerkers 100 jaar geleden tot stand gebracht. Er was nog veel te doen. Het oorspronkelijke bedieningspaneel en de opvolger daarvan waren verloren gegaan. Gedetailleerde foto's van het bedieningspaneel geven een idee hoe het planetarium bestuurd werd. Om het voormalige Saitov planetarium te kunnen bedienen, moest je goede kennis hebben van de planetariumtechniek en de sterrenhemel. Na 1961 bedienden regelmatig astronomiestudenten het planetarium. Met de nieuwe soft en hardware die wij ontwikkelen, wordt de bediening een stuk eenvoudiger en het is mogelijk dat het personeel van het museum het planetarium kan bedienen. Door de brand waren veel lenzen beschadigd of vervuild. We moesten speciale gereedschappen ontwikkelen om de projectielantaarns te demonteren. De diapositieven met de sterren zijn 150ste mm dik en bevinden zich tussen twee glasschijven. Bijna alle objectieven moesten we schoonmaken. Drie objectieven moesten vervangen worden. Ze waren te zeer beschadigd. Gelukkig had de firma Zeiss dezelfde objectieven gebruikt in camera's die zij destijds produceerden. Het lukte ons om vangende lenzen te vinden. Diverse kleinere projectoren, waaronder die van de planeten en de ster Sirius, zijn voorzien van vele kleine spiegeltjes. Die moesten we allemaal opnieuw opdampen. Helaas zijn een aantal diapositieven beschadigd door het bluswater. De diapositief van de vissen is eenvoudig te vervangen. Enkele laten we zoals het is, zoals de projectie van Saturnus. De waterschade bleek bij projectie nauwelijks zichtbaar. We zien hier drie diapositieven van de koperfolies. N31 met onder andere het sterrenbeeld Zuiderkruis, N27 bij de schorpioen en N15 met de slang en slangendrager. Diapositief N15 is door het bluswater beschadigd. Vermoedelijk stond dit positief in de laagste stand waar het bluswater zich verzamelde. De band met de vele kleine gaatjes is ontstaan door corrosie. Het zijn dus geen sterren. Bij de projecties zijn deze beschadigingen met het blote oog niet te zien. We hebben alleen de zichtbare beschadigingen weggewerkt.
Het wegwerken doen we op dezelfde methode die de firma Zeiss destijds toepaste. Op de glasplaten wordt met een laagje verf de beschadigingen weggewerkt. Projecties van de groeispiraal worden zichtbaar als de objectieven zijn verwijderd. Een bijzonder probleem waren de beschadiging van professor Pannekoek's melkwegprojecties. Van deze 10 stuks diapositieven uit 1927 waren vele ernstig beschadigd. Ze hebben een grote historische betekenis in het planetariumgeschiedenis. We waren al begonnen met het retoucheren van de beschadigingen toen wij 10 raadselachtige projectielantaarns te hand namen. Deze projectielantaarns waren afgedekt met een deksel. Nergens stond beschreven waar die lantaarns voor dienden. Toen we de dekseltjes verwijderden om te kijken wat zich daarachter bevond, kwam, tot onze grote verbazing, een tweede set diapositieven van de melkwegprojecties tevoorschijn. Met deze praktisch onbeschadigde set konden we de beschadigde diapositieven vervangen en daarmee een perfecte melkwegprojectie realiseren. Ondertussen werkten we verder aan de besturing en werden de eerste objectieven weer teruggeplaatst. Het planetarium komt steeds meer tot leven. Een jaar later kregen we de kans om in de museumfabriek Enschede ons werk af te maken. Een tentoonstelling stond helemaal in het teken van het planetarium. Deze tentoonstelling moest ook bewijzen of het oude planetarium geschikt is voor een tijd vol moderne digitale planetaria-projecties. We toonden ook het kunstwerk Inverted Night Sky van de Duitse kunstenaar Jeromeo Vos uit Frankfurt. Dat was geheel gewijd aan professor Pannekoek's astronomiewerk en ook vooral zijn politieke leven. Astronoom Rob van Gent, gespecialiseerd in historische astronomische kaarten, helpt ons met de melkwegprojecties van professor Pannekoek. Ze hebben een grote historische betekenis in het planetariumgeschiedenis. Was namelijk de eerste projector die de melkweg realistisch kon weergeven. De melkwegprojecties van professor Pannekoek werden door de firma Zeiss tot in de jaren 80 toegepast. In de grote activiteitenhal konden kinderen planetenmobiels maken en het planetarium bezoeken. In het museum is veel aandacht voor techniek, zoals weefmachines. Machines die pas tot leven komen als ze werken. We hadden een eenvoudig programma uitgewerkt dat goed aansloeg bij jong en oud. Meer dan 5000 bezoekers kwamen speciaal voor het planetarium. Het was een groot succes. Toen voor 100 jaar. Wij voor het eerst projecties in de koepel zagen, begrepen we direct waarom 100 jaar geleden gesproken werd over het wonder van Jena. Nou, zo zie je ongeveer de sterren in Amsterdam en in Rotterdam. Zie je ongeveer Den Haag bent. Bijna geen sterren zijn nog te zien. Dan gaan we Amsterdam, alle lampen van Amsterdam uitschakelen. En we zien al steeds meer sterren. Dan gaan we Rotterdam uitschakelen. Maar ik heb nog één lampje. En dat lampje, dat is Enschede. En die gaan we ook uit doen. Let op. Nou. Mijn videocamera kan die verwondering niet in beeld brengen. Deze foto van Rob van Gent en een student van Saxion geeft ongeveer een beeld van wat de bezoekers zagen. De belangstelling voor de techniek was enorm. Iedereen wilde foto's maken en een selfie met het planetarium was vanzelfsprekend. De tentoonstelling werd wegens succes een maand verlengd, wat ons de mogelijkheid bood verder te werken. Veel projecties moesten nog goed worden afgesteld. Vooral het goed afstellen van de melkwegprojecties bleek een lastige klus.
We hebben het historische planetarium in combinatie met een digitaal planetarium gebruikt. De muzici speelden in de duisternis, afgewisseld door de maan, zon, sterren en planeten. De Zaatje-projector is zo precies geconstrueerd dat de projecties over 14.000 jaar nog kloppen. Het Zeiss-planetarium model 1 kon dankzij een gecompliceerde ingreep ook een groot deel van de zuidelijke sterrenhemel laten zien. We zien hier de grote Magelliaanse wolk die zich op de zuidelijke sterrenhemel bevindt. Daarmee sluiten we in Enschede een zeer geslaagde tentoonstelling af met het Zeiss-planetarium model 1. Samen met het museum willen we het oudste werkende optische planetarium van de firma Zeiss een mooie plek weer gaan geven in Den Haag. Het vergeten planetarium wacht een mooie nieuwe toekomst voor de komende 100 jaar. Nog een kleine aanvulling op deze documentaire. Op 9 november 2019 heeft de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde mij de Van der Bildprijs toegekend. Die heb ik gekregen voor de restauratie voor het planetarium, maar ook voor mijn inzet voor jongeren met een handicap in de astronomie. Met name Ewout Bakke en zijn vrouw wil ik bedanken, want zonder hen was het niet mogelijk geweest dit project te realiseren. In 1975 werd de Van der Bildprijs aan Henny Gozemeijer verleend. Voor mij een heel mooi moment om zijn zoon en zijn familie uit te nodigen bij de laatste presentatie van het Zeiss Planetarium Model 1 in Enschede.